Onze actie om hulpgoederen naar Oekraïne te brengen start in augustus 2022. 9 oktober is de geplande vertrekdatum. Naar aanleiding van een oproep in het Kerkblad worden de hulpgoederen aangeleverd. Diverse mensen helpen mee om de spullen uit te sorteren op dames, heren en kinderkleding, medische verbandmiddelen en medicijnen en ook speelgoed. Tijd voor koffie. En omdat Natalia uit Oekraïne jarig is, is er ook taart. Rollators, po- en douchestoelen worden apart gespecificeerd. Pieter klimt in de container om iedere centimeter te benutten. Bananendozen worden op pallets gezet en de ruimte daartussen opgevuld met dekens, dekbedden en slaapzakken. Zo, die kan dicht. Een nieuwe oproep levert zoveel op dat de zeecontainer te klein is. Dus moet er een kist gebouwd worden. Ook de langste sjaal van Nederland, gebreid door bewoners en vrijwilligers van de verzorgingshuizen van oktober, gaat mee. Men heeft hier dekens en sjaals van gemaakt. Ze zitten verpakt in 130 bananendozen. Er kunnen nu zelfs 6 bedden mee. En als alles ingeladen is, kan ook de kist dicht. 27 november. Want vanwege ziekte was de reis uitgesteld. We vertrekken uit Valkenswaard, uitgezwaaid door leden van de protestantse gemeente. Martine legt nog een laatste hand aan de benodigde papieren. En dan is het op naar Polen. Eerst door Duitsland, waar ook vanwege de paspauze wel eens even gestopt wordt. Voor ons rijdt een vrachtwagen uit Oekraïne. Hij knippert ter begroeting. Dan is daar de eerste overnachting bij Autorf Liepetaal, Ham. We zitten al in Polen, op 5 kilometer van Stupka. Er is veel veranderd in Polen. Wegen zijn geweldig, dankzij hun lidmaatschap van de EU. Warschau, het ziet er allemaal heel westers uit. Daar is luchthaven Frédéric Chopin en we rijden dwars door de stad. We zien Mediamarkt, Golden Tulip, McDonald's, Netflix en T-Mobile en Westfield en de eerste kerstboom. Hier staat vertaald, samen geven we de toekomst vorm. Maar er zijn ook nog steeds oude betonnen blokken. Sommige staan op de nominatie om gesloopt te worden. Ramen zijn dichtgetimmerd. De wegen zijn ongelooflijk breed. Ook George Clooney is hier bekend, net als de Kardashians. We laten Warschau achter ons en gaan op weg richting Lublin, naar het grensdorp Chełm. Hier en daar kun je zien dat het gesneeuwd heeft. En niet zo'n beetje sneeuw. Even de grens opzoeken met Oekraïne. Hier hebben we heerlijk gegeten en overnacht. En dan is het wachten op de Poolse chauffeur die met de Oekraïense oplegger de goederen over de grens zal brengen. Om 1 uur is hij er eindelijk. Nu kunnen de goederen overgeladen worden. Het is erg koud vandaag. Gelukkig worden we een beetje warm van een lekkere kop thee. En dan aanpakken. Valt niet mee, want het is glad. Martine wil niet alle dozen per stuk uitladen. Dan zijn we morgenochtend nog bezig. Dus een pallet met een pompwagen. De kist is leeg en kan gedemonteerd worden. Want anders kunnen we niet bij de container. Als alles overgeladen is, kunnen we heerlijk genieten van een lekkere maaltijd met soep, worst. Dan gaan we weer naar huis. Onderweg de diesel, uit voorzorg meegenomen, overgeheveld. In Duitsland krijgen we te maken met sneeuw en ijzel. Er wordt gelukkig behoorlijk gestrooid, waardoor we veilig zijn thuisgekomen. Dit zijn de foto's uit Oekraïne, ontvangen van mijn contactpersoon Olena van de stichting Ouders van Kinderen met het Syndroom van Down. Ze helpen allemaal mee met uitladen. Ze hebben er veel plezier in aan hun lachende gezichten te zien. De ruimte is vol met allemaal goede gaven uit Nederland. Ook in Oekraïne
werken ze in de brownies en downies. Ook de bedden worden verder doorgestuurd. 2 gaan er naar een verzorgingshuis en 4 naar een ziekenhuis. Er is ook gedacht aan de viervoetige familieleden. We hebben gezorgd voor honden en kattenvoer en benches. Deze dames brengen spullen bij mensen thuis, zoals dekens en kleding. En natuurlijk de sjaals. Maar ook incontinentiemateriaal. En heel veel rijst en zout en suiker. Men is zichtbaar blij met de sjaals. En ook de wasbak, rolstoelen en rollators hebben hun plaats van bestemming bereikt. Het is een druppel op een gloeiende plaat, maar bij het zien van deze blijde gezichten hebben we echt het idee een aantal mensen een warme kerst te hebben bezorgd. Een hart onder de riem gestoken. En als dank hebben deelnemers een prachtig schilderij voor ons gemaakt. Voortdurend worden er nog spullen uit de voorraad doorgestuurd. Niet alleen naar de burgers, maar ook naar de militairen. Vooral dekens en medicijnen. Al met al kunnen we terugkijken op een geslaagde, maar enerverende reis. Dankzij alle gulle gaven uit de Kempen is een aantal Oekraïners een beetje gelukkig gemaakt. Ook al is het een druppel, maar vele druppels maken de zee.